We gaan de spanningswet van Kirchhoff toepassen op een niet-alledaagse schakeling. En die heb ik hier getekend. En het is een uh, schakelschema met daarin twee spanningsbronnen en drie weerstanden. En we krijgen als gegeven dat beide spanningsbronnen even een grote spanning leveren. Dus ik heb twee identieke batterijen. En die spanning die noem ik U-bron. Uh, en de vraag is nu... Kan ik uh, bepalen over welke weerstand de grootste spanning staat in deze schakeling? En dat ga ik doen door gebruik te maken van de spanningswet van Kirchhoff. En de spanningswet van Kirchhoff die zegt me dat als ik een kring doorloop, dat ik dan altijd evenveel spanning erbij krijg als dat er afgaat. En als ik de kring doorloop in de richting van de stroom, dan geeft een stroombron mij er spanning bij en dan zorgt uh, een weerstand ervoor dat de spanning lager zal worden. Ga ik tegen de stroom in en dan is het precies andersom trouwens. Dat gaan we dadelijk ook zien. Ik ga deze kennis toepassen en ik ga in verschillende stroomkringen gaan kijken hoe zit het nou met uh, het uh, verband tussen de spanningen die de bronnen leveren en de spanningen die er staan over de weerstanden. En ik ga beginnen in kring 1 en kring 1 die ziet er als volgt uit. Ik begin bij de onderste bron. Ik ga... Tegen de klok in en ik maak een groot rondje. En dan ben ik op hetzelfde punt uitgekomen als dat ik begonnen was. Ik ga in de richting van de stroom mee door de bron. Ik ga in de richting van de stroom mee door weerstand R3. En ik ga tegen de richting in door weerstand R1. Dan moet er volgens de spanningswet van Kirchhoff het volgende gelden: dan moet de spanning van U-bron min U3 plus U1 samen 0 zijn. Ik heb natuurlijk ook nog andere opties om een kring te maken. Ik zou ook de volgende kring kunnen maken, waarbij ik dus uh, door, uh, tijdens het doorlopen van die kring door twee uh, bronnen ga en ook door twee weerstanden. En ik ga bij alle vier de situaties ga ik in, in de richting van de stroom, ga ik door de bron of door de weerstandstand. En dat wil zeggen dat er dit verband geldt in mijn stroomkring 2. Natuurlijk is er ook nog een stroomkring 3. En ik kies ervoor om die, uh, in die derde stroomkring ook met de stroom mee te gaan. Dus ik ga met de klok mee hier. Door mijn bron heen, door weerstand 1 en door weerstand 2. En dan geldt volgens de spanningswet van Kirchhoff dat min U-1-U2 min ook 0 moeten zijn. Ik heb nu drie uh, verbanden gevonden. Met behulp van de spanningswet van Kirchhoff. En ik ga nu eens kijken of ik uit die verbanden kan, uh, iets kan zeggen over hoe groot de spanning is uh, over elk van die drie weerstanden. En om dat te doen ga ik eventjes uh, elk van die drie vergelijkingen een klein beetje anders opschrijven. Als er, als er staat: Ub-U3 plus U1 is 0, dan is dat natuurlijk precies hetzelfde als dat ik zeg: de spanning over weerstand 3 die is even groot als de spanning van een van die twee bronnen plus de spanning over weerstand 1. De tweede kan ik ook omschrijven. Dan zie, dan zie ik dat de spanning over weerstand 3 plus de spanning over weerstand 2... die zijn samen even groot als de twee spanningen van de bronnen opgeteld. En uit de derde volgt dat de spanningen over weerstand 1 en weerstand 2... samen precies even groot zijn als de spanning van één van beide bronnen. Ja, hiermee kan ik iets, want als ik nu goed kijk... Dan kan ik uit de bovenste vergelijking de conclusie trekken dat de spanning over weerstand 3 altijd groter is dan de spanning van een van de beide bronnen, een van de beide batterijen. Want uh, er komt altijd nog iets bij, bij uh, de spanning van de bron, om tot weerstand 3 te komen. Kijk ik nu naar de onderste vergelijking, dan kan ik concluderen dat zowel de spanning over weerstand 1 als de spanning over weerstand 2 kleiner moeten zijn dan de spanning van een bron. Uh, en uh, als ik nu uh, kijk naar wat ik uh, in de onderste twee rails heb opgeschreven, dan kan ik ook meteen concluderen welke van die drie weerstanden de grootste spanning heeft. Dat moet namelijk weerstand 3 zijn. Uh, de spanning over weerstand 3 is het grootst, want die is als enige groter dan de spanning van een van beide bronnen. Terwijl de alle, andere twee weerstanden een spanning hebben die zeker kleiner zijn dan een van beide bronnen.